Ja, daar gaan best wel mensen mee met zo'n redding. Ja. Maar ook daar moeten we nu aan duurzaam gaan werken. Dus we hebben allerlei plannen, maar dat gaat nog niet zo meevallen, denk ik. Nee? Maar we gaan er wel aan werken. Oh, dat zou ik wel leuk vinden. Ja. Nee, dat er zijn een keer Spanjaarden geweest, toch? Die met zo'n jeep hebben meegedaan. Ja, maar ja, dan heb je volgens 3 trucks bij om het allemaal te managen. Ja. Dus het kan theoretisch. Dan moet je maar, wat, maar elektrificeren. Dat gaat niet lukken, dan krijg je niet genoeg batterijen mee. Nee, nee dat is kansloos. Je ziet het gewicht wat je dan mee neemt met batterijen, dan wordt die quad zo zwaar dat hij niet meer door de woestijn kan. Nee, heeft geen zin. Nee, een puur elektrisch rijden in Dakar gaat voorlopig niet lukken. Mits je niet andere energiebronnen bij hebt. Maar wij gaan wel een poging doen. Het is natuurlijk de beste marketing die je kunt bedenken. Nou, het voordeel vind ik van dat soort sporten is dat je in heel ver in de extreme komt. Ja. En dus zul je ook echt een goede oplossing moeten komen. Ja, ja goed, bij een beetje autosport heeft natuurlijk altijd gezorgd voor ontwikkelingen in de automobielindustrie. Ja, dat regenereren komt uit Formule 1, dat is net zo. Ja. En die kunnen nu zonder regenereren niet meer bijhouden. Nee. Als je nu geen accu in de Formule 1 aan hebt, dan heb je geen Als die kapot is, dan kan je achteraan aansluiten. Ja, precies. Ja, dat is waar. Leuk. Oké, goed. Ja, raam gaat niet dicht. Nou, dat gaat zo meteen wel dicht. Maar hij is nu helemaal uitgeschakeld. Dus, Oké.